Dash. Schreeuw je heel veel in het veld. Het lijkt altijd of je schor bent als je geïnterviewd wordt. Zo, wacht even. Nee, ik schreeuw niet zo heel veel. Ik ben niet zo'n. Ik coach wel mijn medespelers, maar niet echt met heel veel lawaai. Mijn stem is gewoon hoe die is, denk ik. Ik weet het niet. Je zegt schor, nou ja, dan moet ik het daarmee doen. Dat gek haar voor jou, ben je daar niet iets te oud voor? Gek haar. Nou, zo gek vind ik het niet hoor. Nee, het is een kenmerk van me. Dat heb ik al vanaf mijn 19e geloof ik, toen speelde ik nog bij Cambuur, later Veendam. Dus ik heb het ook wel eens afgeschoren en dan weer laten groeien. Maar ik vind het wel mooi. Je bent een rapper. Zou je voor mij nu iets over Feyenoord willen rappen? Zo, je overvalt me nu een beetje hoor. Ik heb mijn carrière net afgesloten, dus nee, zo'n goede rapper ben ik niet dat ik kan freestylen. Want je vraagt mij nu te freestylen, nou, dat wordt lastig. Maar het hoeft niet goed te zijn. Ja, je vraagt me nu heel moeilijke dingen, maar ik ga het toch voor je doen. Je gaat me niet uitlachen, hè? Want hij is niet top, hoor. Nee. Oké. Okay. Ik heb net getraind. Ja, het was op Varken Noord. Het is je boy. Het is je boy van Feyenoord. Mooi. Nou, mooi. De rappers lachen me nu uit in Nederland, maar ik doe het voor jou, hè? Ik doe het voor jou. Vind je het jammer dat je op je 30e nog steeds geen prijs hebt gewonnen met Feyenoord? Jammer, ja, best wel. Best wel. We gaan er dit jaar weer voor, maar het is natuurlijk wel jammer. Ik hoop ooit nog een mooie prijs te winnen. En denk je dat dit jaar al lukt? Ik hoop het. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar we gaan er keihard aan werken. En dan zal het mooi zijn als je aan het einde van de rit op de koolsingel mag staan.